pootjes. En dan gaan ze lopen. Ja. En dan gaat. Een snee. Ja. Knuisjes. Oh. Heel wat. Echt lekker. Snel gegaan, hè? Fijn. Is het lekker? Hoe smaakt het? Een zonnetje. Iedereen weer naar school. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En jawel, het is zondagochtend. Zondagochtend, Lucius. Een prachtige nieuwe dag. Met een kraak heldere blauwe lucht. En de zon die opkomt. Volgens mij wordt het weer heel mooi. Ik zit hier even lekker met Lucius, Hour of Power, te kijken. En ik hoor ook alweer dat de geluiden komen uit de keuken. Ja, ach nee, zondagochtend, mijn liefste, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Doekletten schoonmaken die je gisteren bent vergeten. Het verneuzelt, ik ben vergeten te poetsen. Dat moeten we wel schoonhouden. Maar ja, het wordt een prachtige zondag, dus dat kijk weer. Ja, gezellig bij ons. Nee. En hoor eens. De vogeltjes. Lijkt op voorjaarsweer, maar het heeft vannacht wederom weer goed gevroren. Kijk maar. Naar onze bevroren achtertuin. Maar dat komt allemaal goed, want de zon komt ons gelukkig weer verwarmen. Nou, en hopelijk kan ik straks ook de kussens lopen. Die gisteren gewassen zijn en waarschijnlijk droog zijn. Weer mooi omheen. Dan is de bank weer voorjaarschap. Ja, op zondagochtend. Alweer aan de stofzuiger. Gaan de kindjes echt leren te eten boven het bordje. Ja, oké. Okay. Kinderen eten boven het bord. En wie komt er op het hoekje? En Lucie. Ja, Lucie is een wandelaar, hé. En een Pipje en een Moezeltje. Goedemorgen. Lieve hondjes, hebben jullie die kreubeltjes niet opgegeten? Die mama nu nog even stofzuigt. Kom maar wandelen, kijk dan een koel. Kom maar, jongen. Kom maar. Hij wandelt heerlijk in zijn lopen. Dag, jongen. Dag, Vins. Heb je je schappenteller aangezet? Goed zo, joh. Nou, als ontbijt heeft Luxie pita-broodjes uitgekozen. Echt waar? Ik heb je uitgezocht. We hadden niks anders meer. Oh, lekker. Het is lekker van ontbijt. Volgens mij smaakt het best wel, hè? In de airfryer, boter en hazen. Nou, en tijdens het ontbijt kijken we even de nieuwe sketches. Serie, eerste van Luan. Leuk gedaan. Ja, heel leuk. Ze... Als je die nog niet hebt gezien, kijk even op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. Er staat een hele leuke sketch online. Bad Luan en Brave Luan. Brave Luan. Hij is echt, ik vind het wel leuk geworden. Ja, ik vind het heel super creatief, jongen. Ik heb hem zelf gemaakt, hè? Zelf bedacht, zelf een script bedacht. Ik heb hem wel geëdit al, maar ja, ik vind het echt super leuk. Drie keer raden waar de meisjes weer zitten. Te spelen bij het Barbiehuis. En ze hebben zelfs het zwembad weer neergezet. Ach, wat gezellig. Kijk, die Barbies die zitten daar lekker aan tafel. En hier? Oh, de hondjes zijn aan het zwemmen. Of de diertjes. Ja, mama. Van de glijbaan. De poes van deze. Oeh, oh, zo. Nee, kijk, Pip komt ook even kijken. Je denkt, dat is een lekker waterbakje. Dat is een lekker waterbakje. Nee, Pip, dat is een zwembadje. Een zwembadje voor de popjes, Luxie. Ja. Onze hebben eigen koeken aan het eten. En lekkere koekjes aan het bakken. Oh ja, kijk, hier zitten ze. Het zijn twee vriendinnetjes. Het zijn de twee elfjes. Die zitten hier gezellig aan de tafel. Ja. Het is weer een lekker weertje buiten vandaag, jongens. Mama! Ze gaan weer extra genieten van vandaag. Ja, dit is hondenveer, ja. Hondenvoer. Oh. En Pippia aan snuffelen. Ach, Pipje. Ja. Pip heeft het een hap op. Hondenvoer. Nou, ondertussen ligt Lucius weer lekker zijn slaapje te doen. Luan zit even op zijn Nintendo in zijn Animal Crossing wereld. Weer alles aan het bouwen. En Daniel, jullie hebben gisteren in de vlog gezien dat Daniel de kussens van onze buitenbank, die onder onze veranda staat, had afgehaald omdat die zo vies waren geworden. Dat we hebben geprobeerd te wassen. Dat hij mij eerst nog voor de grap hield, voor de gek hield, dat het was mislukt, dat alles was gekrompen. Maar gelukkig was dat niet zo. Want hij heeft ze vandaag op de bank gelegd. Tadaa. Kijk eens, het is weer allemaal schoon. Spik en span. Leuk beheerkant wasmiddel. Ja. Schoon gewoon al, hè? Lekker joh, ja, kijk. Hier super, kunnen we weer heerlijk in het zonnetje zitten op de bank. Ja. Op deze lekkere chillbank. Och, het is echt lekker joh. Dat is beter toch? Kijk dan. Ruik je dat ook, wasmiddel? Ja. Ik ruik wasmiddel, maar ik ruik ook natuur.
In de natuur, is heerlijk. Oh, jongens, ik had die kussens allemaal omgedraaid. Alleen dan komt het met de armleuningen niet uit. En deze grote kun je niet omdraaien, omdat die een onderrit heeft. Ja, maar dus, dat maakt niet uit. Hoort ook een beetje erbij, toch? Een beetje verkleurd. Verkleurd door de zon. En we hebben er ook vaak dekens op. In de zomer heb ik er ook leuke pleetjes op liggen en kussentjes en zo. Ja, de kussenhoezen moeten nog in de witte koop. Die moeten nog, ja. Die moeten nog, maar... Dat is een aardige klus hoor, al die kussens eromheen ritsen. Ja, dat zou want het past niet, dan had ik ze weer andersom en dan rechthoekig, maar dan moet het lang werpen. Nou ja. Ja, maar goed, het kan alweer. Wie likt daar op mijn hand? Krijg ik daar kussjes van, Pip? Dat zou wel stellen, Pip. Krijg je daar kussjes van, Pip? Is dat nu lekker hier? Nou jongens, het is vandaag de laatste dag van onze voorjaarsvakantie. Ja, en morgen wordt het 1 maart. Is morgen 1 maart? Ja, dan wonen we hier een jaar. Oeh. 1 maart kregen we de sleutel vorig jaar, dus... Ja. Misschien wel even leuk terug te laten zien. Een beetje terugkijken naar toen we hier alles gingen verbouwen, schilderen, verhuizen. We hebben gewoon een heel seizoen, of alle seizoenen van het jaar hebben we al beleefd in ons nieuwe huis. Ja. Gaat snel de tijd. Gaat heel snel. Ja, dat is echt voorbij geloven. Kunnen jullie dat nog herinneren? Ik ben wel benieuwd. Wie van onze volgers, onze kijkers, kijkt ons pas vanaf het moment dat we in dit huis wonen? En welke kijkers die weten nog alle vlogs in ons vorige huis? Laat even weten onder de video. Wellicht dat je ook gewoon andere video's terugkijkt nu we gewoon hier wonen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel benieuwd of er ook heel veel, of er kijkers bij zijn gekomen in de tijd dat we gewoon alleen hier hebben gewoond, zeg maar. Ja, En de kijkers die natuurlijk ons al jaren volgen, want die zijn natuurlijk ook, uiteraard. Vanaf de flat zijn we vanaf de flat. Vanaf de flat, jongens. Vanaf de flat, dan als parkwoningetje. Ja. Naar hier. Ja, de hele reis die we hebben doorgemaakt. Absoluut. Maar jongens, we zitten nog heerlijk even lekker te chillen. Ik ga zo meteen met Luan nog een sportschool, naar de sportschool. Daar had hij zin in. Elke zondag wilde hij met me mee, een uurtje trainen. Ja, Luan die is helemaal into de, ik weet het niet, videomaking. Volgende fase, denk ik maar. Hij wordt echt ouder, jongens. En we merken ook dat hij andere interesses krijgt. Meer andere soort interesses krijgt. Zoals bijvoorbeeld die sketches vond hij dus echt, ging niet helemaal in op. Ik weet niet hoe lang hij mee bezig is geweest om die sketches te bedenken. Dan heeft hij dat in mijn notes, in mijn iPhone, heeft hij dat helemaal uit zitten typen. Ja. Gamevideo's ook. Hij heeft al helemaal een lijstje met wat hij allemaal wil laten zien aan jullie in zijn gamevideo's. En dat gaat hij ook helemaal in op. Dat is super leuk. Hij is met die gitaar bezig natuurlijk. Dat muziek maken. Zingen, nog meer. Dansen, hij staat sowieso iedere dag staat hij in zijn kamer, heeft hij zijn muziekbox aanstaan, nogal hard. En dan is hij aan het dansen. En hij gamet natuurlijk heel veel. En dat sporten. Hij vindt het dus heel erg leuk om echt met Daniel één op één momenten te hebben. Aangezien hij dan even de mannen onder elkaar momentje. Ja, vader-zoon-tijd. Gaat Daniel bijvoorbeeld naar de Rover toe. Ik kom eraan, jongen. Gaat Daniel bijvoorbeeld naar de Rova toe om de vuilnis weg te gooien. En dan wil Luan graag mee. En dan gaan ze samen daarheen. En even een mannen-quality time dingetje. Ja, en Daniel gaat dus ook regelmatig sporten. En toen zei hij op een gegeven moment, oh pap, mag ik mee sporten? Ik wil ook spierballen krijgen. Dus hij is vorige week even op de Bonnefoy meegegaan met Daniel naar de sportschool. En dat vond hij zo leuk. Dat hij zei van, oh man, mag ik daar een video van maken? Een soort sportroutine maken voor op mijn kanaal. Dat vind ik leuk. Dus Daniel zei, nou prima. Maar hij gaat natuurlijk gewoon lekker mee met Daniel. En het is niet dat hij professioneel heel zwaar gaat trainen of zo, jongens. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon het quality time momentje met zijn vader. Vindt hij super leuk. En hij vindt de sportschool heel erg leuk en interessant. Om te kijken wat Daniel altijd doet en hoe dat allemaal gaat. En Daniel zorgt natuurlijk echt wel voor dat hij geen te zware dingen doet. Of zich overbelast. Of wat dan ook bedoel, daar is hij vader voor. Maar hij geniet er gewoon heel erg van, hè? Ja, we beginnen bij level 1. Zoals we allemaal beginnen. Dus je kunt geen betere trainer hebben dan je eigen vader, zeg ik maar. Ja, het is dus alleen maar daar leuk, geniet hij heel erg van. Om bij bewust stil te staan, dat je daar niet nee op moet zeggen, maar gewoon met volledige omarming moet zeggen yes. Ja, vanochtend zei je al meteen, mam, ik heb mijn sportoutfit aan, hè. Ik ga sporten vandaag met papa. Oh ja, dat is goed, jongen. Jij gaat lekker met de meisjes spelen. Lucie is wakker. Daniel gaat zo dus naar de sportschool met Luan. En hij neemt daar een videootje van op, dan gaan jullie vanzelf wel ergens een keer weer zien op zijn kanaal. En ik ga Lucius even doen, want die wordt wakker. Die lag te slapen in de kinderwagen, want we hadden ermee gewandeld. En de meisjes ga ik zo even mee verder spelen, jongens. Dat was even een updateje. En kijk eens hoe mooi Lucilla is. Kijk eens. En Lucie zit daar. Want we hebben net heel leuke video's opgenomen voor op het kanaal van Lucilla. En voor op het kanaal van Lucius. Ze wilden namelijk ook weer heel graag, ze zagen natuurlijk broer bezig zijn. Mama, mogen wij ook? Dus we hebben de drie kleuren challenges opgenomen. Eentje met knutselspulletjes en eentje met make-up spulletjes.
Daniel die is daar even met Lucius lekker in de box. Die heeft net geslapen, die is nu weer wakker. Ik ga dat zo allemaal opruimen. Maar voor we dat gaan doen, wil eerst Lucilla met mama naar haar slaapkamer. Ja, want jullie weten al, ik heb de keyboard gekregen. Eigenlijk was dat voor kerst, maar dat kwam iets vroeger. Dus nu heb ik een keyboard, maar ik kan half liedje spelen en dat is de Vlooienmars, want ik moet nog zo gekruist leren. Mm-hmm. Ja, we hebben samen de Vlooienmars geleerd. De Vlooienmars is een heel bekend liedje. Als je het hoort zeg je oh ja, denk ik. Heel bekend liedje wat ik vroeger als kind zijnde kon ik dat. Ik was het alleen een klein beetje vergeten, dus ik had het weer eventjes een beetje op YouTube opgezocht. En toen ik het zag, oh ja, toen kwam het weer terug. En ik heb dus gistermiddag, de hele middag met Lucilla zitten oefenen. En ze kan nu dus al een heel stuk. En het doet mij verbazen hoe goed en hoe snel zij dat oppikt. Want het is namelijk best wel een lastig stukje, aangezien je met twee handen piano moet spelen. Voor de rest heeft Lucilla natuurlijk helemaal geen ervaring nog met piano. Ze vindt het wel heel interessant. Maar hè, het enige wat ze kon was nog Mieke hou je vast aan de takken van de bomen. Ja. Vader Jacob, dat ja, was het. Vader Jacob. En dit is dus haar tweede nummer wat ze kan, de Vlooienmars. En ja, ze wil jullie laten horen tot hoe ver ze het nu kan. En dan straks, als ze goed heeft geoefend, gaat ze haar eerste concert geven. Dat dan ook iedereen hier komt kijken hoe ze het doet. Want papa heeft het ook nog niet gehoord. Luxie heeft het nog niet gehoord. Luan heeft het alleen maar een beetje gehoord vanuit je slaapkamer. En we gaan eens even kijken tot hoe ver ze hem nu al kan. Kijk, hier zit ze bij het keyboard. Hier heeft ze haar mooie plekje. Ja. Zal ik beginnen? Ga je gang. Heel erg mooi, liefie. Heel erg mooi. En nu gaan we hem nog even verder oefenen. Dat je... Dat laatste stukje nog, ja, hè? Ja, maar je moet ook weer terug. Ja, je moet ook weer terug op die witte toetsen. Goed zo. En dan moet je hem nog een keer doen. Alleen dan moet je hem terug doen. Zo. Ja, op die witte. Ja. Oké. Dus die, dan die, witte, die, zwart, zwart. Dus, zwart, zwart. Ja, goed zo. Die moeten nog achteraan. Oké. Goed? Oké, nog een keertje. Alleen je vergat dat tussenstukje. Ja, wacht even. Ik weet wat je bedoelt. Heel goed. Nou, goed oefenen, dat hij foutloos gaat. Want je hebt hem in je hoofd, hè? Ja. Je weet hoe die gaat nu. Maar wel heel een goed. Beetje lastig. Het is een heel lastig liedje, dat klopt. Daarom vind ik het zo ontzettend knap dat jij dat zo goed kan. Ik kon dit liedje pas spelen toen ik op de middelbare school zat, op muziekles. Heb ik het volgens mij van een vriendinnetje van mij geleerd. Op de middelbare school. Dat is voor mij al een tijdje geleden. Dat was ik 13, 14, denk ik. En het is me inderdaad nog een beetje bijgebleven. Dat ik hem nu dus aan Lucilla kon leren. En ik vind het heel knap, ze is 7 natuurlijk. En ze heeft nog nooit echt piano gespeeld. Dus ik kan gewoon het liedje spelen. Dat vind ik echt heel knap. Het is echt leuk. En ze vindt het ook leuk, hè? Vind je leuk? Ja. Gisteren heeft ze de hele middag alleen nog zitten te oefenen op haar kamer. Vandaar dat ze het nou zo goed kan. Dus gewoon heel veel oefenen. Luxie is hier aan het spelen met de Barbie-auto. Heel erg mooi. Ja, ik ga nog een keer luisteren. Goed zo. Ik was even afgeleid door dit kleine zusje van jou. Oh.
En er komt nu dus nog een stukje achteraan. Dat je met je handen zo gekruist gaat. En dat was iets van... Ja, tum tum. Tum tum. Die zwarte. Ik weet het niet meer. Ja, zal ik eens even laten zien? Verder, maar dat heb ik zelf ook nooit gekunnen. Misschien kan jij dat nog wel, maar dat is een later stadium. Oké. Ja? Dan ga jij hem proberen, goed? Wel samen met je. Samen met mama, oké. Okay. Niet eentje. Je hoeft hem niet zo snel te doen als mama, oké? Okay? Doe maar wat langzaam. Weer naar beneden gaat. Oké. Ja? Oké, de papier. Die hand moet je er eigenlijk even aan de kant, anders kan je er niet bij. Dit is zo. Die eroverheen, eroverheen. En je moet je met deze beginnen. Ja. Wit. Nee, één keer wit.
Gaan we nog een keer proberen. Het laatste stukje. Nee. Ja, zie? Die? Het is een trapje. Dus je gaat eerst naar boven en doe je die. En als je naar beneden gaat, doe je die. Snap je? Ja. Nou jij. Terwijl wij je piano zitten te spelen. Moet eens kijken wat we daar zien. Luxie denkt van, maakt me niet uit dat er geen sneeuw is. Ik ga gewoon met de slee spelen. Ja, met de popjes erop. Zie je dat? Ze heeft de popjes erop. Ja, dat trekt natuurlijk een beetje lastig op het gras. Echt zo leuk en schattig om te zien dat Lucilla zo huiverig aan het oefenen is op haar keyboard met het Vloeiemars liedje. En ik ga eens even kijken of Daniel ergens is. Misschien de rest ook. Want ze wil het heel graag laten horen aan de rest. Want dat hebben ze nog niet gehoord. Kijk dan, wat we al zagen bij Lucilla uit het raam. Zijn ze lekker buiten. Heerlijk. Och jongens, wat een lekker weertje vandaag. Nou. Oh, Lucius die slaapt. Lucius. Die slaapt daar. Ik ga met het zonnetje. Hé, maar terwijl je hier zo ligt... wil ik toch eigenlijk even vragen of je mee naar binnen komt. Want Lucilla wil het heel graag aan jou laten horen dat ze de Vloeiemars kan. Het is een concert op haar kamer. Luxie denkt, maakt me niet uit dat er geen sneeuw is. Ik ga gewoon spelen met mijn slee. Hé Luxie? Was je met je slee in spelen? Ja. Hm? Mama. Ja? Barbies. Ja? Auto. Moet ze hierin. Oh, aha. Aha. Hé, hey, maar zullen we eens even gaan kijken bij Lucilla op de kamer? Want die wil een concert geven van haar liedje. Hm? Dat is wel leuk voor Lucilla. En jij moet daar... En moet hier. Wil je hier blijven spelen? Ja. Ja? Nou, dan ga ik even met Luan en met papa bij Lucilla op de kamer luisteren. Goed? Ja. Ja? Dan kan je het hier ook luisteren uit de ramen. Ja? Let jij wel op Lucius, toch? Ja. Goed, nou, Luxie wil lekker verder spelen. En dan ga ik eens even kijken. Lucilla zit al daar bij de ramen. We komen eraan, Sil. Nou, eens even kijken. Ah, Luan is hier op zijn kamer. Ja. Hey, kom je even kijken, want Lucilla die wil heel graag een concert geven. Serieus? Van haar liedje. Een concert? Je hoort het al vanaf jouw kamer. Heeft trouwens ook, als jullie denken, wat heeft hij met het haar gedaan? Dat is omdat we dus straks een video op hebben genomen met de meisjes... Was dit haarkrijt en dat wou hij ook. Of had hij ook ingedaan. Is hier een show? We hebben hier een show. We hebben hier een concert van de enige echte Lucilla Bellinga. Oké, maar dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Lucilla, haar piano van, hoe heet die? Vloeiemars. De Vloeiemars. De Vloeiemars. Je kunt het.
goed. Goed, hè? Wauw. Zo, echt waar. Je hebt, ze heeft echt talent voor, dame. Dat is echt wel een moeilijk liedje. Het is echt een lastig liedje. Ik kon alleen deze. Ja. Dat is niks van wat Lucilla net deed, hè? Ja. Heel goed zo. Ondertussen had Luxie vanochtend had ze al gezien dat wij muffins in huis hadden. En toen zei ik, oh, dat kan alleen als we eieren hebben. Dus ik doe net die koelkast open. En Luxie zegt, mama, eieren. Dus we kunnen cake muffins maken. Luxie, zou ik iets lekker vertellen? Ja. In deze eieren zitten geen kuikens. Maar weet jij wat een haan is? Nee. Een haan is een jongenskip. En als een meisjeskip een ei legt en een haan er langs loopt, of erop zit, dat weet ik niet, dan zit er een kuik in. Maar als de haan niet er langs loopt, dan zit er geen kuiken in. Nee. Dus deze eitjes zijn... Nou. Niet net, maar die zijn niet bevrucht door de haan. Ja. Want de haan is het mannetje. En, Luxie, en als er een mannetje komt, dan komt er wel een kuiken uit. Maar dit zijn als, haanloze eitjes. Maar als de haan wel langs dit ei zat, de kip, dan, je weet wel dat gele, hè? Dat gele dat erin zit. Dat balletje. Dat balletje. Als de haan niet langs liep, dan was dat gewoon een balletje. Maar als de haan er wel langs liep, dan was dat een kuiken. Ja, dan wordt dat een kuikentje. Mama, ja. Ons nu bakken. Ja, we gaan nu bakken. Genoeg gekletst, hè Luxie? Ja. Even kijken, wat hebben we nodig? Twee eieren, dus we moeten twee eieren pakken. Oké. Okay. 125 gram boter. Boter? Nou, dat is dit. Dus de boter. Zijn de eieren nu overtuigd? Ik koop het niet, ik koop het niet, ik koop het niet, ik koop het niet, ik koop het niet. Waar zien we dat? Waar zien we dat dan? De doos. Oh ja, op de doos. Nee, 2 maart. Het is 1 maart vandaag. Oh nee, nog niet eens, morgen. Ja, mama, yes. Eieren! 2 eitjes? Dan moet je die zo tik. Weet je hoe dat gaat? Moet ik dat doen of wil jij dat doen? Ik moet samen met jou proberen. Oké. Okay. Dan moet je proberen, omdat je dan... Je wilt niet dat er namelijk barstjes in het eibeslag komen. Want die barstjes vinden niet lekker. Dus je doet heel snel tik, doek en dan vloep, weg. Eerst moet je het voor doen. Oké. Okay. Maar jou. Ja, is wel lekker. Kijk, zo. 1, 2, tik, breek en weg. Ik wil het. Nou, jij. Oké, ik zie dat zo moet dat een kuiken zijn. Nee. Nu niet meer, hè? Nee. Tik. Zullen we het samen doen? Ja. Met 1 hand kun je dit doen. Tik. Breek. Oh, er gaat een barstje. In. Zie je het? Ja. Is niet erg. Dan moet je alleen met een lepeltje eruit halen. Ja, dat kan ook zo. Er zitten meer barstjes in. Ja. Maar dat moet je oefenen. Oefening baart kunst. Mama heeft ook heel veel barstjes erin. Heel, dat is goed lekker. Ja? Nee, jongens, niet in het ijs te roeren. Ja, maar kijk, daar zit er nog in. Ja, daarom moet je dat met een lepel doen. Moet je zo langs, die kan je niet pakken, dan moet je zo langs de kant eruit vissen. Ja, zo, vissen? Dan zijn er geen barstjes meer. Okay, dan moet je met je vingers doen. Dat is hele goede lekker. Niet doen, Luxie. Nee. Oké, en nu gaan we de bloem erin doen. Bloem? Bloem. Bloem. Zo. Oké. Okay. De meel. Even kijken. Meel. Meng de muffin, mix, boter, eieren en water door elkaar heen. Dat is niet moeilijk. Nee. Doek. Dat kan Luxie wel doen. Ja. Dat zijn de vorkjes. Vorkjes. Deze openmaken. Kijk, heel veel vormpjes. Lucie, mag jij die daarin doen? Alles. En dan mag je daarna? Ja. Met dan mag ik een roer leggen. Ja. Doe maar alles erin. Zo, nee. Oeh. Ja, dat is goed genoeg. Oké, moet ik nu roeren? Ja.
5 ml water. Mama, mama, je proeft van mij. Ja, je hebt je vork. Het ziet niet zo lekker uit. Nee, je moet je goed mixen. Mama? Ja, kom maar. Kom maar over. Het wordt ook zwaar. Ja. Maar eigenlijk wil je maar jou heel. Ja, het wordt wel lekker. Er zit nog meer meel. Even van de rand pakken. Ja. Eeuw, dit ziet eigenlijk lekkerder uit. Dus ik ga niet proeven. Deze keer. Maar eigenlijk... Luxie, ik heb een taakje voor jou. Kan jij deze kom super vast houden? Leg maar neer. Goed vast, hè? Ja. Goed zo. Super hard roeren. Is dit genoeg? Nee, nog met verder roeren. Dan moet de boter moet er ook nog bij. De boter? Nee, die ga ik even in de koelkast stoppen. Klein beetje helpen? Ja. Zwaar is dat, hè? Krijg je spieballen van. Dan kun je eigenlijk ook met een mixer doen, denk ik. Nee. We hebben alleen een staafmixer. Ik wil dit. Wat is een staafmixer? Een staafmixer is dit ding, maar dan automatisch. Hier boter. Ik ga dit niet eten, want er zit rot. Nee, niet rot. Geen rot ei, rauw ei. Rauw ei. Dat is de boter. Doe maar mengen. Kun je helpen? Ja. Daar gaan we. Mag ik de schaal wel lekker straks? Nee, er zit rauwe ei. Rot ei. Dan ben je morgen bij je... Misselijk, ja. Mama, het lijkt een beetje is? Op zo'n konade. Mama. Ja. Julia Kropgis. Nou, en die oma staat er eten maken. Ja? En moet eerst Julia en na bier in doen. Ja, dat klopt. Papier in. Pak die muffinvormpjes maar. Nu gaan we het in de vormpjes doen. Ja? Ja, ja. Moet je ze even openmaken? Even. Zet hier nog een paar in, dan kan je zo eruit doen, ja? Ja. Hier is er één. Mama. Ja? Lepel. Ja, dan gaan we hier met deze lepel. Ja. Dan moet je nog even een lepel erbij hebben. Wacht even. Ja. Kom maar. Heb je nog? Ga er eens een volgende. Waar, daar, hier. Ja, doen we dat. Mam. Zo. Maar mam, heb je nog een van die grote? Nee, je moet het even om en om doen. Of... Een schaap met een raf met een kleine. Ja, dat kan ook. Oké, Luxie, ik schep. Nee, jij moet niet scheppen. Ja, ik... Ik doe het zo in en jij moet het zo weer afscheppen. Oh nee, ik denk dat het een beetje te veel is. Ga maar een beetje zo... Een beetje te veel. Afscheppen. Te veel. Nou, hij heeft ook niet helemaal vol, want het deeg rijst nog een beetje naar boven. Zo... Een beetje. Ziet er nu nog een beetje gek uit. Ja. Maar straks in de oven wordt het een lekker muffintje. Dan kunnen we straks nog lekker versieren. En mama, ja? Misschien hebben we morgen ook nog wel oven. Muffins? Ja, ja. Misschien wel. Ja. Als je ze vandaag allemaal opeet, dan niet. Zetten we ze nu even op de bakplaat. Hoppatee, de oven hadden we al voorgewarmd. Die daar neer. Dit is zo luxe. Dit zijn er 6, 7, 9. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heel goed geteld, Sil. Kijk, 6 plus 3 is 9. Ja. Ja. Nou, dan zetten we deze even in de oven. Mag er iemand even het deurtje open doen van de oven? Wil jij dat ook zien? Ja. Kijk uit, dat de oven is warm. Die is heet. Zo. Zo, iets verder. Zo. Ja, doe maar dicht. Zo. En dan moeten we even wachten. Zo, terwijl de muffins in de oven zitten. Ja. Lekker geniet van het zonnetje, jongens. Uit de wind in de zon is het zo lekker. Echt lekker. Dan komt Pip even aan. Oh, Pippi.
En Luxie is daar lekker aan het spelen. En Lucille ook even lekker buiten spelen. Ja, zie ik graag goed. Ja hoor, goed gedaan. Ziet er prachtig uit, pianiste. Onze pianiste Lucie. Ja, mooi hè. Heel en die make-up heeft ze dus op omdat we dus een andere video hebben gemaakt. Hè? Dat hebben we niet meer in deze video gezien, maar haar eigen videootje heeft ze dat gedaan. Heel mooi. Lekker zonnetje, hè? Ja. Lekker knutselzondagje zo. En Pipi? Ja, nog even, dan kunnen jullie wintervakjes staan. Ja. En dan worden winterjasjes uit. Je hebt al een afspraak gemaakt, toch? Nee, ik moet er even bellen. Maandag op de agenda. Ja. Ze zijn al wel erg lang. Ze moeten de winterjasjes, die mogen er nu wel af, toch? Ja. Die we hier zo in korte broek en polo kunnen zitten. Gaan ze naar de kapper? Ja, ja, Boezel en Pip moeten naar de kapper, hè? Papa even afspraak maken. Ja, maar is het morgen 1 maart? Ja. 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 Toch? Morgen ga je ook weer naar school. Nee, morgen is 28 februari, oh. Sorry. Overmorgen is het 1 maart. Is het geen schrikkeljaar dit jaar? Ja, dat zal ik eens even kijken. Ja, misschien zou misschien wel kunnen, hè? Schrikkeljaar? Wat is dat? Eén keer in de 4 jaar is het ook 29 februari. Dat is bekend. Ja, ingewikkeld verhaal. Ah. Keep it simple. Even kijken, morgen is het. Morgen is het 28. Ja, en dan? Februari. 29. En dan, nee, dinsdag. Geen schrikkeljaar. Dinsdag is het 1 maart. Geen schrikkeljaar. Dus dinsdag kreeg, is het 1 jaar geleden dat we de sleutel kregen van ons nieuwe dames. We wonen al 1 jaar hier, hé. Dat is snel gegaan, hè? Voorbij. We wonen hier dan al een jaar. Ja. 1 jaar wonen. Ja? Ja. 1 maart kregen we sleutel. Ja. Nou, daar gaan de meisjes. Lekker spelen in de tuin. Gaan ze naar het huisje toe, denk ik. Ja. Oh nee. Naar de trampoline. Ja, spelen op de trampoline. Oh nee, op de schommel. Nou, de meisjes zijn lekker aan het spelen. Oh, ik moet even kijken naar de muffins. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, de muffins. Oh nee, kijk eens. Die worden prachtig. Ondertussen zijn de muffins uit de oven. En we gaan een beetje glazuur maken. Poedersuiker. Met poedersuiker. Want ze willen spikkeltjes erop doen. Jazeker. En water. Een beetje water. Maak je dan spikkeltjes. Glazuur. Maak je poedersuiker dan? En water, ja. Echt? Grappig, hè? Beetje meer. Kijk. Je krijgt wel superveel poedersuiker nu. Ja, dat moet ook. Nou, nu hebben we hier een beetje glazuur. Doen we overal een klein beetje glazuur overheen. En dan? Dan kan Luxie mag eerst met de spikkels erover gaan. Doe maar spikkels over. Zo. Ben je erbij? Ja. Nu een beetje glazuur. En dan mag je het hier doen. Goed zo, Luxie. Een beetje te veel. Te veel. Maar maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het wordt heel erg lekker, jongens. Het ruikt wel heerlijk. Komt er wel iets uit? Ja. Dan kan je die doen. Zo. Komt er wel wat uit, zegt ze. Nou, die is voor papa. Of wie? Dit ziet er toch feestelijk uit. Is het lekker? Heerlijk. En we hebben helemaal niks te vieren. Nee. Kijk, kun je zo knijpen en dan kun je zo... Een kolorretje hier en een kolorretje daar. Wie kent dat nog van familieknots? Dat is wel heel oude mensen. Maar mam, jullie kennen ik weet wel dat je die cd had van meneer die Knot. Van meneer, oh, de dvd. Ja, klopt. Van oma nog, hè? Ja, en Luxie kan ik zien. Een klorretje. Goed zo, een klorretje daar. Een klorretje hier. Het snoot te veel. Ja, nou jongens, als deze niet lekker smaken. Dan weten we het ook niet dan meer. Dan weet ik het ook niet meer. Kijk, daar zit nog niks op. Oeh, ja, is gevallen. Hier nog een beetje groen. Zo. Hier nog een beetje rood. Nou, ik vind het fantastisch. Kom je? Oeh, dat ziet er lekker uit. Dat ziet er lekker uit. Meisjes, zet maar op de tafel. Kijk.
gaan we het hier lekker opsmikkelen. Oké, welke zou ik iets doen? Hoe smaken ze, meisjes? Lekker. Zijn ze lekker? Papa er ook eentje. Luan heeft er ook een. Pipje. Lekker. Och, Pipje toch. Is die lekker, Luxie? Heb je goed gemaakt, hè, met Lucilla? Heerlijk, jongens. Lekker in het zonnetje. Ja. Ja, smaakt die jongen? Heerlijk. Kijk toch, lekker in het zonnetje. Maak er zo nog een. Heerlijk. Och, je mag er zo wel nog een. Mama. Omdat het de laatste vakantiedag is. Hè? En terwijl we hier nog lekker onze muffins gaan opeten, sluiten we bij deze niet alleen de vlog af, maar ook een hele heerlijke voorjaarsvakantie. Met vandaag het heerlijke voorjaarszonnetje. Dus dat belooft hopelijk veel goeds. Maar voor nu zeggen we jongens, doe even de... duimpjes omhoog! Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Dan gaat iedereen weer naar school. Tot morgen! Dag. Lekker met ons mee, je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.